Welkom bij Lang Leven de Liefde. Een plek waar singles minimaal 24 uur gaan samenwonen en zelf beslissen of ze na die 24 uur willen blijven of vertrekken. Timmerman Ron kreeg meteen een spannende speurtocht om zijn oren. Met Anita als hoofdprijs. Slaap ik naakt of met kleding? Naakt? Ai. Hallo? Een spectaculaire start die meteen meer vragen opwerpt. En wat voor type man val jij? Verzorgd eruit zien, hè? Dat sowieso, ja. Ja, want je doet van wie spreken erbij zitten. Stinkers. Och. Ik val absoluut niet op mannen die dik zijn of zo. Daar krijg ik gewoon afknappen van. Ja, dat heb ik altijd gehad. Ja, dat heb ik ook. En Harm en Ingrid maken samen iets bijzonders van hun liefdevolle tijd in het appartement. Love songs. Schuffelen. Op een geweldig mooie toekomst. Ja, ja. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde is vrij. Yeah. Ik wou nog even met jou proosten op een hele mooie middenweek. Leuke week, prachtige week. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik ben blij dat je in mijn leven bent gekomen voor zo vooral. Mooi zo. Ja, heerlijk. En dat om ook. Ik geniet ervan. Doen we, ja. Cheers. En we gaan er een mooie romantische avond van maken. Ja, zeker weten. Ja, ik vond het heel bijzonder. Ik had deze ervaring ook niet willen missen. Dat ik jou heb mogen treffen hier is natuurlijk helemaal leuk. Het heeft mijn stoutste verwachtingen overtroffen zelfs. Leuk. Ja. In het andere appartement gaat het ook lekker. Na het vragen voorafje van Anita heeft Ron besloten om het hoofdgerecht op zich te nemen. Hey, smakelijk eten. Ja, smakelijk. Ja, dat is leuk met kaarsjes, gezellig. Ja. Ben ik heel kaarsenmens thuis? Ja, ja, gezellig. Oh, ja. Ja, meestal altijd een uur bezig met kaarsjes aansteken. Tegen dat ik naar bed ga dan, ja. Echt zoveel? Ja. Leuk. Ja. Heel veel. Nou ja, dames en heren. Dames en heren, dit vind ik wel wat lekker zo. Oh. Het genot spat er vanaf. En ook bij de buren is het één groot intens feest. De eerste stapjes op de dansvloer zijn al gezet. Maar nu gaan de voetjes pas echt van de vloer. Want DJ Ingrid is in de house, dus laat die beats maar pompen. Het is niet mijn gewoonte om een mooie dame te laten wachten. Wat dan, zeg je? Mooi. Dank je. Nou, gewoon lekker. Heerlijk. Het ziet er ook keurig uit, man. Geweldig. Moet, hè? Ja, als jij er mooi uitziet, jawel. Als jij er mooi uitziet, moet ik er ook mooi uitzien. Misschien moet deze playlist even geshared worden met het andere appartement, want Ron en Anita staan nog niet op het punt van schuifelen. Maar ze zijn hard op weg. Anita heeft haar stiften erbij gepakt om elkaars plussen en minnen alvast op papier te zetten. Dat is lekker creatief en confronterend. Lees eens voor. Ik ben benieuwd met de goede eigenschappen. Eerlijk. Ja. Behulpzaam. Ja. Punctueel. Ja. Ja. Ben ik nooit te laat. Netjes. Slaap me eigenlijk ook nooit. Ik heb het wel eens een keer gedaan dat ik mijn wekker expres later zette. Dat ik dacht van, slaap me eigenlijk per ongeluk gewoon een keer. Ja. Word ik nog op dezelfde tijd wakker als ik anders wakker word. Kom. Ja, ja, dat heb ik ook wel hoor. Wat willen wij doen? Nog opblijven of ben je, of ergens zoiets van ik ben moe, ik wil voor het bed?
Ik ben wel lui, dat wel, ja. Het was best een aparte dag. Ja, ja, zeker. En uw hoofd. Het is vermoeiend in uw hoofd. Ja. Alleen, ik doe nooit meteen met iemand slapen. Nee, maar dat geeft toch niet? Dus ik denk, ja, dat moet ik wel zeggen. Dan schok ik zelf over mijn grenzen. Nee, je moet eerlijk zijn, hè? Ja, dat is goed. Zing als je wilt zingen. Nee, Heerlijk. Ja, hè? Dankjewel. Nou, leuk. Dat mogen we wel weer. Leuk. Ja, leuk. Maar dat is toch de bank die in de kamer staat, hè, waar ik op sla dan? Ja, als je dat wilt op de bank, ja, dan schooi ik op de bank. Nee, maar ik slaap daar net zo goed op. Het is niet dat ik niet op de bank wil slapen. Nee, dat weet ik wel. Maar ik vond het heel... Ja, het ging heel automatisch, ja, toch? Heel soepel. Dat vond ik ook. En veel gelachen, en veel gepraten. Gewoon, het ging vanzelf. Het liep gesmeerd. Ja, ja, het ging vanzelf. Het liep gesmeerd. Ja, ja, leuk toch? Ja, ja, echt zeker. Fijne dag. Ja. Ja. Fijn gevoel. Ja. Ik kunnen voldaan gaan slapen in ieder geval. Toch geluk, jongen. Geluk is niet met de domme, zei ze altijd. Hè? Geluk is niet met de domme. Anita begint erin te geloven en Ron lijkt net zo enthousiast. Bij Harm en Ingrid is ieder spoortje van twijfel volledig weggeblazen door Whitney Houston. Voor Ingrid wordt het dan ook hoog tijd om haar dochter te laten weten dat het na haar bezoek alleen maar beter is geworden. Hoi schat, hallo. Hoe is het? Ja, goed. Gaat goed? Mooi, ja. Met mij gaat het ook heel goed. Hoe is het tussen jullie verder dan? Is er wel een soort van vonk, een klik? Een klik sowieso, maar een vonk? We vinden elkaar gewoon ook ontzettend leuk. En we hadden muziek, dus we hebben even lekker gedanst. Maar dat merkte ik gisteren. Het lijkt alsof ze elkaar al veel langer kennen of zo. We zijn allebei wel op zoek naar een passievolle relatie. Ja? Ja, ja. We vinden het super, super leuk. Maar we hebben ook allebei wel zoiets van... laten we er niet gelijk met twee benen tegelijk inspringen. Het is zeker niet dat we zeggen van... nou, we laten het alleen voor goede vrienden. En het was leuk en tot hier en niet verder. Nee, dat willen we zeker wel. Dat vind ik wel belangrijk. Uitbreiden. Harm die laat me zo heerlijk in bewaarden en die stimuleert dat alleen maar. Ik heb wel gezegd ook, het is niet allemaal roze geur en maneschijn. Nee. Zet ook die roze bril eens even af. Want ik ben ook Ingrid. En Ingrid die fouten maakt en Ingrid die soms dingen doet. Want ik had er... Ben ze nog niet tegengekomen? Nee, oké, hij is er nog niet tegengekomen. Dus dat voelt op allerlei manieren goed. Geef hem een knuffel van ons. Doe ik. Hey, de fijne... Probeer een beetje van elkaar te genieten en ook een keer de kans te geven om wat toe te laten, zeg maar. Lekker los. Dank je. Doei doei. Doei lieverd. Doei doei. Probeer het ook toe te laten, zegt ze. Ja, wat ik doe mijn dochter, word ik eventjes verteld wat ik moet doen. Maar, ja, joh. Maar voor mij is het goed. Nee, je bent echt een mooie vrouw, weet je dat? Ja, nee, je mag voor mij wel wat aankomen. Ik hou wel van je. Ja, maar dat ga ik ook doen, schat. En haren laten groeien? Ja, oké. Okay. Ja, zeg het, hè. Ik kan het niet ruiken. Ik kan niet in je hoofd kijken. Nee, dat vind ik het. Leuk. Ik hou ervan om door iemands haar te heen te doen. Dat, dat mis ik dan. Volgens mij zeg ik dan genoeg, hè? Ja, echt wel. Meer moet je ook echt niet zeggen, Ingrid. Want het liefst kruipt tijger Harm vanavond lekker naast je in bed. Zoals het nu is, kan hij het nog net een avondje volhouden. Ik wens jou wel te rusten. Fijne nacht en dank je voor de leuke dag. Voor Ron is een avondje op de bank geen enkel probleem. Hij kan alleen nog maar dromen van dit soort liefdesgeluk. Slaap lekker. Ja, tot morgen. Doei, doei. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Och, wat ben je toch lief. En dan vind je tot nu toe? Ja, ik vond het leuk. Ja. Ik vond het wel gezellig. Ik had eigenlijk mijn eigen ingesteld van misschien valt het wel zo tegen, weet je. Ik denk, ik kan het altijd alleen maar meevallen. Ja, dat is van zo. Nou, ja, wel, ja. Hè? Ik doe mijn eigen, eigenlijk bij niks meer echt opstellen van, oh, dat wordt leuk. En dat je zoveel tegenslagen. Ja, dat is wel zo, ja. Dan word op een gegeven moment daar zo voorzichtig in. Vaak van teleurstellingen en zo. Ja. En,
Ik weet het. En jij? Ik vond het gezellig. Ja. Ja, we hebben wel wat gebabbeld, ja. Over veel dingen gehad. Ja. Hm? Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk voor onze laatste maaltijd in deze luxe setting. Ja, precies. En het is dag 5. Ja, we hebben het gered. We did it. Ja. Het was geen zware opgave. Nee, het viel mee, nee. Hè? Dus, ik heb heel erg genoten, vooral genoten. Mooi. Ja. 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 Ik ook, helemaal relaxed. Heerlijk. Hey, en jij, had je leuke vrienden? Ik heb een... Wacht even. Oh, ik heb wat goed. Ja. Ik zal me straks nog eens even appje doen, want mijn zus is jarig. 60. Oh, dan mogen we volgende week ook weer iets leuks doen. Maar... ik heb een keer salmonella gehad. Ken je dat, die bacterie? Salmonella van gegrilde kip. En op een gegeven moment, want hij begint dan meteen al te werken. Dus ik krijg buikkrampen en pijn en overgeven, diarree. Op een gegeven moment 18 weken in het ziekenhuis gelegen. Oh. En, ik woog, denk ik, nou, nog maar 32 kilo. Ja, echt waar. Zo erg dat ik het had. En water en alles kwam er gewoon uit. Hè. Zelfs water kon ik nog niet binnenhouden. Dan kreeg ik krampen en ik moest weer of van onder of overgeven. Nou, dus op een gegeven moment, ja, het kon gewoon niet meer. Dus ik moest naar het ziekenhuis toe. En 18 weken voordat ik op mijn streefgewicht was. Ja. Zo? Ja, dat was echt heel heftig. Dat is inderdaad heftig, ja. Dan kun je dan doodgaan, hè. Zo is wat eten maken, zo. Ron heeft er geen 24 uur voor nodig om te ontdekken dat Anita deze date graag zo creatief mogelijk maakt. Ik denk, wat doe ik nou allemaal? En scherven brengen nu eenmaal geluk. En hoe kom je hierbij? Vond je dat uit tv gezien? Of, nee, ik heb open kamer en keuken. En daar heb ik een bar. En die wou ik eigenlijk dus zo bekleden met keramiek. Ja, dat vind ik gewoon zo kleurrijk. Ja. Hé, hey, maar wat vind je belangrijk aan een relatie? Ja, dat je eerlijk en open bent tegen elkaar, hè? Ja. Dat vind ik wel een van de belangrijkste dingen. En hoe belangrijk is seks voor jou in een relatie? Heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja. Als eerste of... Nou, nee, niet als eerste. Nee, niet als eerste. Oh, nee. Dat is een goede eigenschap. Je kan ook heerlijk knuffelen of zo. Of nee? Kijk, dat dan uitmondt in seks, want dat is helemaal mooi natuurlijk. Dus maar... ja. Ik zeg wel eens, soms tegen mensen, tegen mannen, dan praat ik ermee en zeg ik van... Stel nou eens voor, want dan zeggen ze, ja, maar voor mij is seks zo belangrijk, want dat heb ik zo lang moeten missen. Ja, ja, maar dat kan ik wel begrijpen. Maar, ja, maar weet je wat ik dan wel had? Zeg dan van, ik snap niet waarom dat je dan zo lang bij die partner bent gebleven. Dan ga je eerder, zou ik doen, dan ga je er eerder over praten dan dat je naar een ander... Ja. Dat je bij een ander gaat zoeken. Ja, communicatie, hè? Ja. Zo belangrijk, dat hè? Dat vind ik wel, ja. Ja. Je moet naar je gevoel kijken. Het gevoel. En het gevoel is elke dag en elk uur van de dag anders. Ja, bij jullie misschien. Ja, bij mannen. Bij mannen, gracias. Ja. Ik had het ook echt niet verwacht dat we op dit punt zouden belanden. Ik vind wel dat je ontzettend lief bent. Respect staat bij jou in een hoog vaandel. En dat waardeer ik. Ik vind het ook heel fijn dat je ook af en toe benoemt wat je van me vindt. Jij weet een vrouw te pleasen natuurlijk. Nou, ja, het is zeker. Geen please, hoor. Nee, oké. Okay. Nee. Verder van dat. Ja. Het is wat ik zeg, dat meen ik. Ja. Ik ben jou leren kennen als een hele mooie, lieve, warme vrouw. We gaan ervoor. Ja, zeker. Mooi. En dan gaan we natuurlijk ook nog een keertje voor een overnachting, heb ik begrepen. Ja. Dus, ja? We gaan eens even kijken waar dat ons naartoe gaat brengen. Ja, het appartement moeten ze verlaten. Maar wat wordt de volgende stop op hun liefdespad? Bij de buren is dat de pot met vragen. Na al het getegel, gelijm en gepraat over seks is het tijd voor diepgang. Wat zou je opnieuw willen meemaken? Gelukkig worden. Ja, dat is gelukkig worden met een man. Goeie. Daar zou ik echt mee willen maken. Ik heb natuurlijk... Dan moet ik bijna huilen. Gaat het? Hm? Ja. Nee, ik heb gewoon echt 22 jaar zo'n klote relaties gehad. En dat is gewoon niet leuk. Dus ik zou echt wel willen weten, willen voelen. Hoe de echt iemand. Maar ook
waar ik van op aan kan, die kan vertrouwen. Ja. Echt een maatje, maar echt ook alles delen met elkaar. Ja, dat zou ik echt, dat is mijn wens. Goh, wat een rotvraag, hè? Nee, dat geeft niet, dat hoort bij het leven. Dat hoort bij juist. Ja. Ik vraag me eigenlijk dan wel eens ooit soms af van... waarom? Waarom? Waar ligt dat aan? Ja, maar daar kun je nooit geen antwoord op krijgen. Dat is gewoon een tocht. Ik merk wel, hoe meer dat je voor jezelf durft te kiezen... dan op een gegeven moment komen er wel juiste mensen op het pad. Als je nee durft te zeggen, stop, nu is genoeg geweest... dat merk ik wel. Ik weet niet of jij dat ook merkt met jou. Waar heb je die testjes gelaten? Ja, die heb ik in de kamer daar. Kom, geef ik even. Lieve Harm en Ingrid. Het is mooi om te zien hoe de liefde tussen jullie is opgebloeid... in het appartement van Lang Leven de Liefde. Om dit te vieren krijgen jullie een hotelovernachting cadeau. Jullie gaan naar Fletcher Wellness Hotel Helmond. Kijk. Het 4-sterrenhotel bevindt zich op loopafstand van het centrum van Helmond... en vlakbij de prachtige Brabantse bossen. Heerlijk. Kortom, genoeg te doen om optimaal te genieten van jullie tijd samen. Lieve groet, het team van Lang Leven de Liefde. Dit is op ons lijf geschreven. Eten, cool. Drinken en ook nog wellness. En een wellness. Schitterend. Nou, daar gaan we. Het echte wereldje tegemoet weer. Ja. Oh, yes. Heerlijk. Zonnetje fijn. Bedankt voor de mooie tijd. Geweldig. We gaan een hele nieuwe toekomst tegemoet. Gaan we zeker doen. Ja. We gaan ervoor. Match nummer 11 is officieel. Wil jij het geheim van Lang Leven de Liefde zelf ervaren? En zoek je ook een kans op langdurig liefdesgeluk? Geef je dan nu op, want de liefde is mooi, maar soms ook ingewikkeld. Wat heeft jouw leven ooit veranderd? Een scheiding. Ja, ook. Ja. Heel erg. Staat alles op zijn kop natuurlijk. Op een gegeven moment heb je helemaal niks meer. Heb jij toen ook ooit gedacht van, ik wil niet meer, ik heb geen zin meer in het leven? Dat vind ik ook weer een grote woord natuurlijk. Je denkt wel eens rare dingen, maar ja. Hoe dan ook. Ik blijf het leven toch altijd wel mooi genoeg vinden. Gelukkig. Ja. Ben ik hetzelfde? Zitten we dan ook hier samen? Jij steekt mij aan. Ja, zitten we samen te janken. Ja. Ja. Het is wel mooi. Zo puur. Ja. Het hoort er allemaal bij, schijnbaar, hè? Ja, voor sommigen wel, hè? Maar goed, het gaat nou prima. Het hebben allemaal even tijd nodig, hè? Ja, want het is ook weer voor iedereen zo anders, hè? Hoe krijg ik er nou een? Nou, krijg ik even. Ik kan jou helpen. Maar, het maakt wel los, hè? Oh, echt wel. Dus mocht er iets zijn, ik ben er voor weer, toch? Ja. Dat heb ik wel, ja. Het andere appartement staat slechts kortstondig leeg, want er hangt iets in de lucht. Sophie is verpleegster in de ouderenzorg en nu zo'n anderhalf jaar single. Ze is 25 jaar en heeft nogal een uitgesproken smaak qua kleding, uiterlijk en uiteraard ook qua mannen. Ik hou heel erg van make-up en het verkleden en gewoon het maken van iets. Verder ben ik een beginnende cosplayer. Met cosplay, je kan een heel character maken. Je kan jezelf helemaal veranderen in iemand anders. Ik vind bijvoorbeeld LARPen, dat vind ik heel aantrekkelijk. Maar misschien omdat het ook dat stukje cosplay is. En gamen, ja, klinkt ook heel stom. Maar als ik iemand gewoon zie gamen, echt met headset op en heel druk gefocust... Dan denk ik ook van, ben je klaar? Ik hou ook van een beetje een buikje. Maar wel goede armspieren. Ik weet niet wat het is. Ik haat sixpacks. Je wil iemand hebben die gewoon je beste vriend is. Waarmee je ook een relatie hebt. Huisje, boompje, beestje. Uiteindelijk wel, ja. Maar ja, het is moeilijk om iemand te vinden die gek genoeg is om mij te kunnen verdragen. Oh god.
Bij mannen voel ik me aangetrokken tot een mix tussen een viking en een nerd. Nou, die hebben we gevonden. Kevin is een piraat uit het Zeeuwse kustplaatsje Breskens. Hij is 32 jaar en na een jaar op de woelige singlezee toe aan vaste grond. Mijn liefdesleven tot nu toe is veel proberen geweest. Van mijn 14e tot mijn 23e heb ik eigenlijk non-stop relaties gehad. Dus de een achter de ander, zeg maar, zonder enige pauze ertussen. En daarna ben ik een soort van rustiger geworden, kieskeuriger ook. En meer aan mezelf gaan denken en ook mensen ook sneller afwijzen. En dat deed ik vroeger eigenlijk niet. Vroeger was ik heel snel verkocht. Voor mij is alles veranderd toen iemand mij heeft bedrogen. Maar niet met één persoon, maar met heel veel mannen op één avond. Dus dat was best heftig. Wat ik nu belangrijk vind in de liefde, je moet echt wel wat dingen gemeen hebben. Je kan niet allebei compleet verschillend zijn en dan maar hopen dat je elkaar aanvult. Dat werkt bij mij sowieso niet. Ik val niet op grote voeten. Dat is eigenlijk een beetje het enige wat ik eigenlijk niet opval. De glimlach en de ogen, dat valt natuurlijk het eerst op. Ja, de kont, die mag er ook altijd zijn, vind ik. Goedemiddag. Oh, je bent een cosplayer. Oh. Hallo. Je vindt het leuk? Ik heb beneden ook twee dingen. Ik ben alleen mijn piraten-outfit vergeten, want ik heb een soort van vrouwelijke Captain Morgan. Ja? Nou, aangenaam. Kevin. Sophie. Ja, ik mag helaas niet bij je in de buurt komen. Nee, corona. Ja, ik ben normaal een knuffelbegroeter. Ja. Zoiets. Ja, ik had het ook wel fijner gevonden. Ja. Ja. Ja, ik heb wat voor je. Maar dit is een licht egoïstisch cadeautje. Ik snap hem al. Het is iets wat jij lekker vindt in ieder geval. Dit is Safari, ja. Ik denk dat ik alles wel drink de komende dagen. Dus, ik heb eigenlijk nog nooit iets meegenomen naar een eerste date. Van, nou, kijk eens alsjeblieft, een cadeau. Ik betaal al voor het eten meestal, weet je wel. Oh, jij gaat uit eten bij een date? Ja, soms. Ik ben nog lekker ouderwets. Dus als ik een date heb, een eerste date, doe ik er wel graag iets mee zoals uit eten. Of een bioscoop of wat hebben, weet je wel. Zullen we anders naar buiten gaan? Het is volgens mij wel... Ja, De subtiele hinten lopen heel stiekem, soort van, zeg maar, langs mijn cosplay die beneden ligt. Ja, die ga jij gewoon aandoen, toch? Want anders zit ik hier alleen als piraat. Oké, dan mag jij kiezen wat ik aandoen. Ja, is goed. Morgen in Lang Leven de Liefde. Wil Sophie het liefst iedere nacht 1,5 meter afstand? Stel, die bed had nu niet zo gestaan zoals ze nu staan. Had je dan met mij op de eerste avond in bed geslapen? Je had dan naast me mogen liggen, maar je had me niet mogen aanraken. Dat mag sowieso in het algemeen niet. Oké. Tenzij ik het koud heb. Ik ben wel een beetje een spooner, zeg maar. Oh god.